Chris, die hebt die e-mailadreslijst toch waar je op kon geven. Je had per ongeluk al die e-mailadressen erin gezet met het versturen van een mail. En ik had gewoon al een paar keer gevraagd, hè, of ik eruit wou, want ik het gewoon allemaal niet meer geloof en wel zie welke spelletjes die speelt. Iedereen die dat gezien heeft, die video, is nou in één keer van 30 naar 88 views. Dus inderdaad heb ik een keertje mee bereikt. Maar dat was niet de reden. En ik had mijn video niet alvast gemaakt, want tot ik hem gemaakt had, is hij gewoon op mijn pagina en kon iedereen het gewoon zien op YouTube. Weet ik veel dat dit me toegeworpen wordt en dat ik dit kan geven. Maar vond hij het wel mooi natuurlijk om terug te beantwoorden. En dan dat iedereen het natuurlijk ook kan zien in die e-maillijsten. Dus daarmee heeft hij het natuurlijk ook een beetje zo gestuurd dat het niet alleen een boodschap voor mij is, maar dat het een boodschap is voor iedereen. Maar ik zal het even voorlezen. Aha, dus die video had je gisteren alvast gemaakt. Ik had hem gisteren gemaakt, ja, niet alvast of zo. Heb je misschien toch nog een keer een beetje bereik? Ik heb nu inderdaad een beetje meer bereik gekregen. Ja, de mensen die het moeten horen ook, want die zitten allemaal verdwaald naar Chris te luisteren. 2 uur lang jaloezie. Het is geen jaloezie, hè? Mensen die die video gaan kijken, die snappen dat het geen jaloezie is. Dat ik het echt jammer vond, dat ik het eigenlijk nog steeds niet begrijp wat hier dan allemaal precies gebeurt. Maar met dit erbij is eigenlijk gewoon een bevestiging, toch? Dit heeft niks met het spirituele te maken. Dit heeft nog steeds niks uitleggen met hoe het echt zit. Hij is echt gewoon een nieuw agendaatje aan het doen. Je begrijpt dat ik iets beters te doen heb. Ja, je bent weer helemaal dit aan het doen. Mensen bij de emoties raken in het bang en boos maakt programma. Dat hebben we allemaal kunnen zien nu bij die nieuwe. Hoe heet die show ook weer van je? Nou, je bent net live geweest. Om 8 uur ging je live. What the fuck show. Heb iedereen kunnen zien hoe spiritueel je was hoor. En al die mensen in die e-maillijst, die volgen je toch omdat je dat spirituele pad op ging. Ik was je helaas vergeten uit die lijst te halen, maar thanks voor de reminder. Nou, ik heb het een keer bij het podium gevraagd, ik heb het in de chat naar je gevraagd en ik heb een e-mail naar je gestuurd om het eruit te halen. Dus vergeten, je hebt het gewoon niet gedaan, simpel. Dus was dat nou de echte reden dat je deze video gisteren al gemaakt had? Nee, ik heb deze video gisteren gemaakt omdat inderdaad je al op de pagina daar helemaal terug was. Dit is dan maakt het compleet toch? Mensen konden het toch gewoon al zien op jouw pagina. Dat viel mij ook op. Dus ik denk, laat ik eens even alle video's erbij pakken. Dat mensen weten dat Chris met Ian spelletjes heeft gespeeld. En dan gaat hij nu nog dit ook. Dus ja, mooi toch? Je kan het nog steeds niet echt hebben. Wat kan ik nog steeds niet echt hebben? Dat wij alle twee wakker worden, zien dat er al vallen leugens zijn, dat jij nou weer, weet ik veel, aan het lijntje zit en gewoon weer braaf aan het doen bent. Iedereen kan toch zien dat je hebt gezegd dat je alle namen zou gaan opnoemen, de hele streamwereld zou kapot. En iedereen heeft toch je ascensie, die dingen van je kunnen zien. Iedereen heeft toch kunnen zien wat jij nu allemaal weet. Maar wat ben je nu weer aan het doen? Al die mensen opvolgen. Ga terug in de chat lezen hoe de mensen aan het reageren zijn bij je. Dat is niet het hogere bewustzijn hoor, waar je mee bezig bent. En dan zegt hij uiteindelijk, good luck man, get over it. Nee, jij hebt aan mij ook laten zien dat er overal controlled opposition is. Dat heel diep geworteld zit. En ja, dat jij dan een spelletje, dat het voor jou een spelletje was. Voor mij is het serieus. Ik zie dat er allemaal neppe mensen zijn. Jij weet het zelf ook. Mensen kunnen jouw video's kijken, kunnen ze zien hoe je erover nadenkt. Dus ja, het is mooi dat hij dan nu even zo antwoordt. En dat ik dat dan ook meteen aan jullie kan delen. Dat je echt kan zien. Chris is poppenkast, die speelt spelletjes en die misleidt mensen.